Sinds de lockdown is op Curaçao het zwerfafval op straat in rap tempo toegenomen. Het eiland oogt vies en daar moet iets aan gedaan worden. Dat vindt de Konoekoeman. Al 10 weken organiseert hij elke zondag schoonmaakacties op het eiland. Samen met vrijwilligers hoopt hij naast schonere stranden ook bewustwording te creëren. 2 weken geleden een schoonmaakactie begonnen, omdat het hele eiland ligt bezaaid met vuil, rotzooi, wat gewoon in de kliko's hoort. We zijn hier met 9 vrijwilligers en we hebben nu al, 10-12 zakken vol met rotzooi. Flessen, maatverband, luiers, plastic, foam, noem het maar op, je komt van alles tegen. En dat moet minder mensen, zo niet, dat moet helemaal niet. De schoonmaakacties zijn wekelijks op zondag van 12 tot 3 ongeveer. Ja, in de volle zon, lekker zweten. Het is de bedoeling dat er veel mensen zitten en dat is om die tijd inderdaad het geval. En dat hun zien dat wij hun rotzooi opruimen, dan gaan ze nadenken, erover praten. Ik heb locals in de club zitten, in de groep zitten, er zitten makamba's tussen. Dat is ook belangrijk, want ja, als jij daar als local je buurman tegenkomt, die gaat dan weer beter nadenken. Als dat hij hem niet ziet lopen natuurlijk. Verschillende vrijwilligers helpen elke week een paar uurtjes mee op hun vrije zondag om de stranden weer schoon te maken. Ik ben de Konoekoeman aan het helpen met schoonmaken op de stranden. En dat doen we vrijwillig en dat doen we omdat we van het eiland houden. En dat moet gewoon gebeuren. Dus heel veel sushi. We hebben vandaag met een paar mensen, je ziet het, een klein groepje, dit hele strand. Dus als mensen er rekening mee zouden houden, eigenlijk, weet je, zelf ook een beetje opruimen of gewoon minder troep maken. En het ziet er gewoon nice uit. Je ziet gewoon dit heeft niks met de government of politiek te maken. Dit is gewoon de mensen. Nos, país, weet je, pueblo. Ik bedoel, het is niet te omschrijven. Het is gewoon abnormaal hoe mensen troep eigenlijk gooien om hun heen. Want ze zitten hier op de strand, leuk en al. Maar ze gooien de troep gewoon naast hun. En ik zei, ja, deze soort mensen kan je niet omschrijven of kwalificeren als mensen. En je kan ze het geen beesten noemen, want beesten doen dat soort dingen niet. Een stukje verderop staan een paar jongeren muurschilderingen te maken op het strand. Ook zij proberen zo actief mee te helpen aan een schonere omgeving. Een groep vrijwilligers, mensen die hier op het strand, zeg maar, proberen de mensen hier bewust te maken dat het strand moet schoon houden. Dus in plaats van alleen maar opruimen, maar we proberen gewoon dit land ook een beetje aantrekkelijk te maken met tekenen. En dan komen mensen, als ik naar een mooie strand kom, dan zie je het helemaal schoon. Dan wil ik terug achter dat het schoon blijft houden. Als je rond op de strand ziet, dan heb je allemaal plaatjes die je hebt gemaakt. Waarop ook ze ziet van, mensen bewust van maken, beachstrand, de strand schoon te houden en allemaal enzovoort.